Ja, een van de vraagstellers, Elisabeth Meuleman van Groen, is komen aanschuiven. Dag, mevrouw Meuleman. Goedemiddag. Ja, voor u is de veroordeling van een school omwille van het advies aan ouders van een jongen met het Down-syndroom om een andere school te zoeken symptomatisch voor het ontbreken van de middelen om kinderen die extra nodig hebben in het gewoon onderwijs op te vangen? Dit is symptomatisch daarvoor, hè? De toepassing van het M-decreet. Daar zijn niet genoeg middelen voor, volgens u? Ja, inderdaad, dat kunnen we wel zeggen en dat kunnen we concluderen, denk ik. Dit gaat om één school, om één vonnis, maar achter dit vonnis zitten meer dan 100 mensen die al bij UNIA, bij de kinderrechtencommissaris, bij het steunpunt voor inclusie toch wel aangekaart hebben dat zij geweigerd werden, dat een kind de toegang tot een school geweigerd werd, omdat de school het niet zag zitten en vond dat er geen draagkracht was om zo'n kind op te vangen. Ja, het kan dan natuurlijk wel, hè, dat er geen draagkracht absoluut, is. Absoluut, absoluut. En ik denk dat we dan op dat moment geen steen mogen werpen naar die scholen die inderdaad zeggen, voor ons zal het aardig moeilijk zijn om dit kind hier goed op te vangen. Integendeel, dit moet een alarmbel zijn voor de overheid. En, ik wil straks hebben over de middelen, maar eerst nog eens over dat specifieke geval en dan die school. Ik hoor de minister zeggen, ja, de rechter heeft zich vooral uitgesproken over de manier waarop is gecommuniceerd, de manier waarop die jongen is doorverwezen na een rondvraag bij de leerkrachten. Dit gaat helemaal niet, die veroordeling gaat helemaal niet over middelen. Nee, dat is haar verdedigingslijn en haar argument. En inderdaad, in dit vonnis zegt de rechter de manier waarop en die bevraging die georganiseerd is bij leerkrachten met de vraag van zie je het nog zitten of zie je het niet zitten om dit kind op te nemen, dat niet mogen gebeuren. Maar dit is maar een klein aspect voor mij. Het is een belangrijk aspect. Het toont aan dat op zo'n manier inderdaad niet mag geweigerd worden. En dat gebeurt nog veel te vaak. Maar onderliggend ligt het probleem inderdaad waarom doen scholen dit? Dit is eigenlijk een noodkreet. Een noodkreet van scholen die zeggen, inderdaad, wij kunnen het op deze manier niet aan. Wij kunnen het niet bolwerken. Maar goed, ondertussen, want dit gaat eigenlijk over een situatie van 2016. Het heeft 2 jaar geduurd om tot die veroordeling te komen door de rechter. Ondertussen, zegt de minister, is er wel degelijk 35 miljoen bijgekomen om kinderen die extra zorgen nodig hebben te ondersteunen. Op dit moment, zegt ze, meer dan 125 miljoen. Er is wel degelijk geld bijgekomen. Er zijn de ondersteuningsteams bijgekomen. Er is extra ondersteuning op de klasvloer. Maar volgens ons, dat er niks gebeurt. Volgens ons onvoldoende, nog steeds onvoldoende. En een van de oplossingen, in mijn ogen, ligt eerder bij minister Van Deurzen of ligt toch in overleg tussen Krevits en Van Deurzen. Ja, bij welzijn. Ik denk dat kinderen en minderjarigen die nu op de wachtlijst staan en die eigenlijk recht hebben op een persoonlijk assistentiebudget, dat die dat dofies zouden moeten krijgen. Dat is een kost van iets van een 35 miljoen. Dat is niet onoverkomelijk voor deze Vlaamse regering. En dat betekent... Inderdaad, voor ons, alle kinderen die minderjarig zijn, alle minderjarigen, zouden zo'n budget moeten krijgen. En op die manier zou dan in de klas een persoonlijke assistent bij die jongeren, bij die leerlingen aanwezig zijn. Niet langer de school financieren, maar dan worden de financiën aangebracht door de kinderen zelf. Ja, voor een stuk. En alle zorgen die daarbij komen, worden opgenomen door die assistent in de klas. En de leerkracht kan zich dan inderdaad met het onderwijsgedeelte blijven bezighouden. Maar dat zou een enorme ontlasting zijn, denk ik. En een ondersteuning voor de leerkrachten. En daar moeten we naartoe. Dat is een van de maatregelen die wij zeker prioritair vinden. Ja. Moeten we naar 100% inclusie, zoals dat dan heet? Hè? Alle kinderen in één school, geen bijzonder onderwijs meer? Wel, uiteindelijk is de ratificatie van het VN-verdrag houdt toch in dat er op termijn, maar daar is discussie over hoe lang die termijn moet zijn. Je kan het wel willen, maar is dat haalbaar? Er één soort instituut zou moeten zijn. Één vorm van onderwijs, één onderwijsmodel. Natuurlijk, daar kan je discussiëren. Hoe ziet dat er dan uit? Welke plek krijgt elk kind in zo'n systeem? En hoe lang ga je daarover doen om dus tot zoiets doen, te komen? Dus dat kunnen doen, zoals de N-VA zegt, één school met 2 klassen waar kinderen elkaar op de speelplaats ontmoeten, dat is ook inclusie. Dat zou inderdaad ook al zeker een tussenstap zijn en dat zie je gebeuren met heel goede resultaten. Scholen die dat doen, die zeggen dat is voor zowel de kinderen met een beperking als voor de kinderen die in die school zitten echt een verrijking. Dus zo'n zaken zijn allemaal stappen naar meer inclusie waar we absoluut moeten op inzetten. Maar nu heb ik de indruk dat de Vlaamse regering echt wel vasthoudt aan 2 systemen, waarbij 1 systeem, namelijk het buitengewoon onderwijs, veel meer gefinancierd
wordt dan inclusie. En er dus een ongelijkheid is die eigenlijk niet terecht is. Want in feite, een kind zou moeten kunnen kiezen, gaan we naar het gewoon onderwijs, gaan we naar het buitengewoon onderwijs. Maar de middelen zouden dezelfde moeten zijn. Het recht om te kiezen zou gelijk moeten zijn. En dat is het op dit moment niet. Voor we dat buitengewoon onderwijs dan afserveren, Er zijn toch wel vaak getuigenissen van ouders die zeggen van kijk, mijn kind was heel ongelukkig en op dag 2 in het buitengewoon onderwijs heb ik de meest vrolijke jongen of meisje in huis gehaald. Absoluut, ja. Daar zit nu de middelen, daar zit de ondersteuning, daar zit de expertise, daar zit de rust heel vaak. Dus op dit moment is het inderdaad zo dat het buitengewoon onderwijs, dat kinderen daar kunnen openbloeien. Ja, ik denk dat de inclusiegedachte en het feit dat mensen met een beperking volwaardig moeten kunnen deelnemen aan de samenleving en dat het dus op termijn één samenleving is en dat dat ook in onderwijs het geval is, dat iets is waar we naartoe moeten. Maar allee, in deze is de weg van de geleidelijkheid zeker een heel belangrijke. Willen wij absoluut niet van vandaag op morgen het buitengewoon onderwijs afschaffen, willen we wel dat de twee systemen naar elkaar toegroeien om op termijn tot een systeem te komen waar mensen samen zitten, elkaar leren kennen. Dat is duidelijk. Natuurlijk, de weg van de geleidelijkheid betekent dat we dit onderwerp nog wel een paar keer zullen zien passeren hier in het parlement. Bedankt voor dit interview, mevrouw Meuleman. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Hier zijn in de loop van de namiddag nog een pak andere vragen gesteld. Die kan u morgen vanaf 6 uur bekijken in onze Lus. Tot dan. Dag. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter. En bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.